nieuwe video. Zoals de video zegt, een mini shopping haul. Ja, ik ben gisteren weer met een paar meiden naar Smitto's geweest in Amsterdam. En ik heb er allemaal leuke dingen gekocht natuurlijk. Twee daarvan zijn poppen. Ik heb een Funko artikel en twee random dingetjes gekocht. Want zo ben ik. Ik begin maar met de random dingetjes, want het zijn twee hele kleine dingetjes. Ik begin met het ei. Dan zou je denken, wat moet je met een ei? Dit is een slijgei. Van dat merk van Slijg. Weet je wel, die schattige beestjes. En dan heb je het gedeelte van Bayala. Dan heb je allemaal van die schattige beestjes. Ik hou van schattige beestjes. En mijn kamer staat vol met schattige beestjes. En toen wou ik dus een nieuw schattig beestje. Dus ik heb dit schattige beestje. Alleen het ding van dit schattige beestje is... ik had hem al. Dus ik heb nu twee schattige beestjes. Dus het is nu een tweeling. We bekijken het gewoon positief, toch? En ik weet niet of jullie bekend zijn met de Magic Mixies. Dat is echt, ben ik op mijn eigen werk achtergekomen, helemaal hot and happening in. Het is adorable. Maar ik ga niet zo'n groot ding kopen van 80 euro. Vind ik een beetje overdreven. Maar je hebt dus ook de Magic Mixies Mixlings. De kleine variant. Daar heb ik er al een paar eerder van gekocht. Ze zit hier ergens in mijn kast achter me. Dus ik dacht, ik haal ook de tweede serie. En daaruit kreeg ik dit schatje. En hij zou glow in the dark moeten zijn. Geen idee, nog niet uitgetest. Ik weet niet of ik het ga uittesten, maar het is wel heel schattig. En er komt dan in zo'n potje, er zit ook een papiertje omheen. Die had ik al afgehaald. En een toverstaf. Ping. Ja, heel mooi. ik bewaar Funko voor het laatste. Want het is niet zo heel groot wat ik heb gehaald van Funko, maar wel heel leuk. Dus laten we dat aan het einde doen. Jullie hebben ondertussen ook wel door dat ik fan ben van Monster High, Rainbow High en dat soort dingetjes. En ze hadden degene van Monster High die ik heel graag wou. Het is Draculaura in de Monster Ball dress. Ah. En nou ja, van de rest is er ook één. Nou ja, Draculaura is mijn fave. Dus die moest als eerst mee. Mochten jullie er uit de box willen zien, laat het even zien. Ik vind het gewoon heel onhandig om te unboxen op dit kanaal. Maar ik wou het toch met jullie delen, want she is amazing. En ik heb nu ook een Rainbow High erbij gehaald, want die was in de aanbieding. En ik wilde haar ook al een tijdje. Het is Pinky James. En ze is roze. Je ziet niet in deze video dat ik gek ben op roze. Nee. Hoe cute. En op de achterkant zien we er nog twee andere personen. Die heb ik niet. Maar ik heb nu wel Pinky. Mochten jullie haar ook uit de doos willen zien, laat het hieronder weten. Dan laat ik dat ook een keer zien. Want ze zijn wel heel mooi. Ik ga echt even zitten, want Funko. Ik heb de Biddy Pops van Star Wars gekocht. Waar Leia, R2-D2 en C-3PO in zitten. Ah! Nou, er zijn er veel meer. Ik wil ook nog diegene met Han Solo en Chewie. Darth Vader. En met Luke natuurlijk. Maar ik dacht ik begin met deze. Want ik hou van de robots. En dan kan je of een glimmende trooper krijgen. Ik weet even niet hoe die vent heet. Je kan zo'n zandpersoon. En die. Ik hoop dat we die krijgen. En die is 1 op 6. Dus die is iets moeilijker te krijgen. Maar de vorige keer wou ik Elsa. En toen kreeg ik ook Elsa. Dus misschien hebben we weer mazzel. Dus ik ga hem met jullie openmaken. En deze doe ik niet op het draaiplateautje, want dat vind ik een beetje niet nodig. Die dingen gaan niet makkelijk... oh, wel makkelijk open. Ik ben gewoon moeilijk. Oké, ik ga niet spieken. Want ik kan het soms wel een beetje zien. Oké. Wel voor de camera, net als. Welke Biddy Pop krijg ik? Oh, het is die dude waar ik de naam niet van weet. Grand Moff Tarkin. Die nu op de grond ligt. Niet uit de doos vallen. Dit is de mystery die we kregen. En jij bent een... oh, toch 1 op 6. Dus toch wel iets rarer. Hier het kastje waar ze zo in gaan. Wel laten zien hoe er ook uit het doosje uitziet. Misschien wel leuk. Oh. Haal ik het doosje eruit? Is hij uit het doosje?
Schattig, ik vind de Biddy Pops echt cute. En van Star Wars gaan ze nu ook dit ding uitbrengen voor de Biddy Pops. Die wil ik. Ik weet niet waar ik het kwijt doe, maar ik wil het wel. Hier hebben we C-3PO. Oh my. Ik moet dat toch even bij deze blijven ze niet echt dicht zitten. Dat is wel jammer. In het kastje met jou. Nu, one of my favorites. R2-D2. Ik kan niet gillen als R2-D2. Maar ik probeer het wel. Dat is toch schattig. Ik heb nog steeds geen R2-D2 Funko. Misschien is dat gewoon iets waar ik op jacht moet gaan. Want ik wil hem wel. Kijk, deze Lea die ik nu ga laten zien heb ik ook gewoon zelf als Funko. Als normale Funko. En nu ook als Biddy Pop. Jee, ze blijven echt niet lekker zitten deze. Oh, Lea wel. Oké. Zo. En dan hebben we ze zo op een rijtje. En nu op de grond. Oh god. Die ruim ik zo op. Iets kortere video vandaag, maar dat moet af en toe wel kunnen. Bedankt jullie voor het kijken van de video. En dan zie ik jullie volgende keer weer. En dan zeg ik doei.